Randje Buitenspel, de podcast. Goeiedag, beste luisteraars. Welkom bij Randje Buitenspel, de voetbalpodcast, aflevering 34. Dat is voor Ajax Zieden volgens mij een heel magisch getal, toch? Nou. En dat op een weekend waarin iets minder magie op het veld tentoongespreid werd. We hebben hier te gast vandaag wederom Wilco namens Ajax. En we hebben Hoi. Tim namens Feyenoord. Ikzelf zit er namens de nieuwe koploper PSV. En wij hebben een bijzondere gast, namelijk Thijs is er vandaag niet. Die had een sessie met kinderen op een school. En dat vond hij blijkbaar belangrijker. En die heeft zijn plekje afgestaan aan niemand minder dan oudspeler van NEC en Twente. En natuurlijk PSV, Bjorn van der Doelen. Yes! Hoi, hoi. En Bjorn is ook de vaste sidekick van Marco bij de Skeet de Willy podcast. Eigenlijk, toch? Ja, en ik heb normaal gesproken heb ik altijd op maandagochtend een sessie met kinderen. Maar de kinderen willen al een tijdje niet meer. Dus vandaar dat... Je bent gecanceld door de kids. Ja, ja, ik wil nu dan thuis maken. Ik zeg nou vooruit. We zullen het eerst eventjes, heel eventjes, want de vorige week hebben we er al lichtelijk naar verwezen naar Max Verstappen. Want Thijs is ook nog eens... Vrij dicht zit hij op Formule 1, dus het is wel zuur dat hij er net vandaag dus niet bij is. Maar ja, die is Wilco... gewoon lam, joh. Die is gewoon helemaal lam. Ja. Wilco is ook Formule 1... hou je van Formule 1, Bjorn? Nee. Oké, nou Wilco is ook wel vrij duidelijk. En Tim snapte de regels niet helemaal. En het mooie is, ik heb dus gisteren heb ik ook gekeken, maar ik zat met mijn moeder. En dan moet je... Dat is een dikke tip, als je... Als je naar iets kijkt waar je niet zo heel veel verstand van hebt, ga bij iemand kijken die er echt helemaal geen... Je moet niet bij mensen gaan kijken die er heel veel verstand van hebben, want dan voel je je heel dom. Maar ik ben met mijn moeder gaan zitten en die zei, waarom haalt hij die andere nou niet in? Wat soort commentaar krijg je dan? Maar als hij toch harder is, dan wint hij toch? En toen voelde ik me ineens, kon ik het over bandenstrategieën hebben en dergelijke. Ik dus ook. Ik heb dus met mijn vriendin gekeken en die zei, ja, maar jij weet er niks van. Ik zei, nee, maar stel toch maar de vragen. Want ik had wel genoeg gelezen op NOS, hè. Of inderdaad soft en medium en hard. En toen had ik ineens antwoorden op zaken. En toen ging ze vragen, waarom gaan ze van links naar rechts heen? Ja, met zo'n uitgestreken gezicht heb ik gezegd, weet je wat ik heb gezegd? Ja, dat is waarschijnlijk om die banden in te rijden. Ik heb exact hetzelfde gezegd. Nou, waarom slingeren ze over de baan? Ik zei, bandjes warm houden. Jongens, is dat jullie, zo, Wilco? Ik kan jullie een compliment maken, want ik heb een racelicentie. Ik kijk al 20 jaar Formule 1 en ik begrijp ook geen reet van de beslissingen. De afgelopen 3-4 weken is er geen touw aan vast te knopen. En ik ken gewoon de regels. En ik snap het al niet. Maar het is een soort, weet je hoe het voelde? Je had vroeger, ging je knikkeren en dan zei je zonder regels, zonder trucjes. En dan was je aan het knikkeren, was je aan het winnen, zei iemand ineens, met poot. Ja, ik was aan het winnen. Wat is dit nou? Ik geef voetbaltraining aan de kleintjes en dan doen we op het einde partijtje. En dan staan ze maar 8-3 voor en dan zei ik, winnen de goal. En dan wint dus het team. Ja. Ik snap er geen ene. Ik denk, ja, het zal wel. Ik heb het gezien, moet ik zeggen. Want had ik Sinterklaas en daar keek iedereen Formule 1, dus daar kijk je inderdaad mee. En het werd wel, ik vond het sowieso, heb ik al vaak gezegd, waarom zoveel rondjes, waarom niet gewoon één? En dat bleek nou ook het geval eigenlijk, hè. Ik snapte ook dat dat mag. Ik zeg, mag dat dan? Ja, dat ken ik wel. En ik hoorde een van die kerels zeggen, ja, het is racen, dus dan mag het kennelijk. Dat je eigenlijk tijd achter ligt en dan... Toch weer dichtbij ja, komt. Volgens mij was dat de vraag van alle leken was. Hè, maar hoe kan je 11 seconden voorleggen en ja, dan ineens één rondje all or nothing. Het voelt een beetje als een Belgisch voetbalconcept. Nou, het is wel duidelijk aan het einde van het seizoen alles door de helft en dan weer... Ja. Het is wel duidelijk dat Amerikanen het hebben overgenomen. Maar jij snapt het ook niet, Wilco. Nee, er waren een aantal... Er is nu al 2-3 weken lang zijn er regels die niemand kan uitleggen. Die toch worden ingetrokken of niet of wel worden nageleefd. Het is echt een chaos en een puinzooi. Maar ja, het resultaat is wel fijn. En ik moet eerlijk toegeven, ja, als je dan toch een Ajax-ziet bent... en je hebt meteen daarna die wedstrijd... dan is het wel lekker dat je tijdens het Formule 1'tje... even 2 flessen wijn in je mik hebt gedouwd. Dan is die wedstrijd toch wel een stuk beter te praten.
opruimen, moet ik eerlijk toegeven. Jezus, wat een troosteloosheid was dat. Als je van een geëxplodeerde Formule 1... ga je gewoon naar Ajax in een lege fucking arena... met gewoon gedesillusioneerde, saaie spelers... die liever ook een feestje hadden. Die staat gewoon op hun telefoontjes. Hé, Max heeft gewonnen, hè? Voor de wedstrijd. Dat was echt kut, jongen, die wedstrijd. Jezus. Het was ook echt slecht, hè? Ja, het was niks. Het was echt... Er is iets... Er is de afgelopen 5-6 jaar, vind ik echt, dat de arena een stuk gezelliger is geworden. Eigenlijk een beetje met dat hele Johan Cruijff Arena ding. Er zijn veel meer supportersacties gekomen. Er is echt wel wat meer sfeer. Maar als dat ding leeg is, ja. Nou, dan is het wel echt alsof het een soort vrieskist die ergens bij een boerenlandweg in de sloot is geflikkerd. Het is zo troosteloos. Het is echt zo'n betonnen... troosteloze bak in de Bijlmer, ja. Als er geen publiek bij zit. Het is echt gewoon, ja. En wat ik helemaal gestoord vond, ik zag net gewoon wat voorbij komen van de pers. En dan staan ze nu alweer te lullen over een structureel probleem bij Ajax. Heb je gewoon 18 punten gehaald in de Champions League. Ja, je hebt maar 4 doelpunten tegen gehad. Het is super spannend met 3 ploegen die lekker spelen. En dan is het een structureel probleem bij Ajax. Terwijl er eergisteren was het nog het allerbeste wat ooit heeft bestaan. Ik vind het echt... Ik heb dan met die Skeeter Willy podcast ook met Marco vaak over. Daar verbaas ik me over. Want ik heb heel lang het voetbal niet meer gevolgd. En ik zit er nou noodgedwongen weer een beetje in. En ik verbaas me met name daarover. Dat als het goed is, alles hosanna is. En ik zei het tegen Marco laatst. Want PSV draaide goed ik met de invallers. En ik dacht in één keer van ja, nou misschien heeft dat wisselbeleid dan toch wel zijn vruchten afgeworpen. Iedereen in de zevende hemel. Ik zei nou, één wedstrijd daar ik weer wat minder is. En dan, ja hoor, dan is alles weer kut. En het is, ik vind dat echt zo bizar hoe... Aan beide kanten ook, als het goed is. Nou ja, moet ik zeggen, natuurlijk die reeks van Ajax in de Champions League is natuurlijk ook echt wel echt heel erg knap gedaan. Doet me zeer om te zeggen, maar het ligt altijd een beetje in het midden. Hè. Maar er is toch een beetje journalisten eigen, denk ik. Dat het... Die supporters... Supporters ook hoor. Ja, ik weet, daar is het. Kijk, bij supporters snap ik het nog. Want het is heel erg op emotie. Maar ik vind journalisten zijn er eigenlijk om een beetje nuance erin te brengen. En daar ontbreekt het vaak aan. Vind ik. En die lullen elkaar te vaak ook maar na. Ja joh, maar dat is... Ik zeg gisteren, ik vierde gisteren mijn verjaardag. Gefeliciteerd nog. Nee, dat moet nog komen. Oh, nee, alvast dan. Alvast, dankjewel. Mijn ouders kwamen en ik zat altijd met mijn vader in de Kuip. En ik en mijn broers en mijn vader die kwam langs. Ik zei, maar wat? Dan zit ik zo'n wedstrijd te kijken en dan hoor je die reacties na afloop. Is het meteen al, ja, het is allemaal hartstikke slecht. En het is allemaal, het is helemaal niks. En ja, zie je wel, ze kunnen het niet aan, die kampioensdruk. En ik denk, kampioensdruk, jullie hebben het erover. Ja. Echt niemand bij Feyenoord had het over een kampioenschap. En nu wordt dat opgeworpen en dan kunnen ze er niet tegen. Het is zo voorspelbaar ook, weet je wel. Het is zo jammer. Weet je wat ook voorspelbaar is? En daar gaat het volgens mij bij alle drie die teams nu mis. Dat je dus teams tegen je krijgt die er echt alles aan doen om de wedstrijd in het slot te gooien vanaf de tijd. Ja. En dat wordt ook heel voorspelbaar. Namelijk, je moet gewoon vechten tegen een muur van verdedigers die de wedstrijd van hun leven proberen te voetballen. Ja. Dat was bij alle drie de wedstrijden gisteren het geval natuurlijk. Dat was... Ik heb ook al eerder gezegd bij de podcast, het moet een jurysport worden. Dat als PSV speelt een uit bij Zwolle, geloof ik, die waren niet over de middenlijn, die schoot de pronkelijke bal op de lat. En ik zei, als die erin gaat, moet je gewoon zeggen, tel niet. Eerst gewoon een paar fatsoenlijke aanvallen opzetten. Ik vind het een poortje. Ja, even een paar combinaties laten zien voordat we een doelpunt gaan tellen van jullie. Misschien moet je gewoon technische knock-out kunnen doen. Dat je gewoon zegt, ja, je hebt 25 keer op goal geschoten, hij is er niet in gegaan. Maar toch een doelpunt. Ja, Vijf corners penalty. Dat vind ik dus wel een structureel probleem worden. Ik heb gisteren heb ik zitten kijken naar Feyenoord en ik ben echt wel dat ik zeg, je mag van mij als ploeg mag je alles eraan doen om te proberen een puntje binnen te halen. Echt, dat is echt geen probleem. Maar nou hoop ik dat die Soeslof, want het is einde van het jaar, dat hij in ieder geval zijn zorgverzekering gaat checken. Want die moet vrije keuze ziekenhuis hebben. Die heeft 7 keer echt liggen kronkelen op de grond. Echt helemaal
dat ik denk, ja, maar dan moet je op een gegeven moment ook gewoon wisselen. Dan moet je gewoon zeggen, ja, maar dan ben je nu af. Je mag niet meer meedoen. Ik ben heel erg voor een zwaar bestraffen. Rode kaarten gewoon. Hop, eraf met die gozer. Ik word er zo schijtziek van dat gerol. En het was dus ook, ik weet niet of het al of mag beginnen, de ergernis van. Oh, ja. Oké, okay, dan zet ik hem even in. Maar in. De ergernis van de week. We hebben nog nooit een gast gehad die de ergernis gewoon zelf naar zich toe trok. Ja. Dat vind ik mooi. Moeten we vaker dus hebben dit. Je hebt contractonderhandelingen gehad. Dat Björn ook zei, ik vind prima die podcast als ik maar die ergernis krijg. Nou, daar zijn we het volgens mij allemaal over eens dat PSV tegen die Spanjaarden ook, hè, dat gerollen bol en dan die dinges krijgt dan zijn tweede geel, omdat hij met zijn hand enigszins zijn gezicht, en toen lag die jongen te rollen. En dan zit ik hier thuis te vulken en zeg ik tegen, als ik toen nog mij had gedaan, ik zeg, dan had ik die gozer daarna een rotschop verkocht. Dat ik dacht, nou maar dan gaan rollen. Ik, en dan die scheidsrechters, er wordt al zo mieterig gefloten, vind ik. Dat een beetje mannelijk voetbal is ook prettig om naar te kijken, maar dan is het is meteen een gele kaart. Ik vraag me eigenlijk af, want dat is dan die pak ik ook meteen mee, die ergernis. De VAR heeft ook nog ons niks opgeleverd. Ik vind dat echt onbegrijpelijk. Dan kun je 10 keer uit 37 verschillende hoeken iets gaan zien en dan maak je nog een verkeerde beslissing. Ik wil niet zeggen de doodstraf of iets dergelijks, maar ik zit er wel dicht tegenaan. Onvergevelijke dat fouten. Dat maakt de VAR-beslissing wel een stuk spannender. Als dat dan was. Tegen de muur. Geen proces. Bats. Omleggen die handel. Ja. En dat was gisteren bij PSV ook. Dan is er een hensbal. Het is ook gewoon regie en ik wil niet het Calimerootje uit gaan lopen hangen weer. Maar daar erg ik me dan wel aan. Denk ik. Ik wil dan nog wel een paar keer terugzien die bal van Gutsen. Op de arm, want wij kregen tegen die Spanjaarden een penalty tegen op die manier. Dat je ook al denkt, ja, is dat nou wens? Ja, tegenwoordig wel. Ook hier, ook bij het voetbal weten we het af en toe volgens mij toch niet meer, wat nou precies de regels zijn. Maar ik vind vooral dat er gewoon wat mannelijker gevoetbald mag worden. En dat het ook bestraft moet worden als je weer gaat liggen rollenbollen gewoon. 1 keer is al een waarschuwing, 2 kun je gewoon opflikkeren. Gewoon het veld af. En voorlopig ook niet meer meedoen. Dat is mijn mening. Ja, dat was mijn ergernis. Of moet het weer nog ik ben het helemaal met je eens. Het is echt gewoon. Het vervelende is als je nou gewoon andere sporten bekijkt of zo. Weet je wel. Ik hou bijvoorbeeld ook van UFC. Ik hou van rugby. Nou, dan wordt echt gewoon. Dan worden mensen gaan echt over hun nek als je je zo zou gedragen. Ben jij echt een walgelijk persoon als je dan zo staat te faken dat je. Ja. In rugby ga je gewoon even naar de kant en laat je je hechten en dan kom je weer naar binnen als je niemand meer in zijn oog spuit met een slagaderlijke bloeding. En in voetbal is al gewoon gaan ze gillen als een haar door de war zit. Weet je? Ja, deze. Overgenomen door amateur. Dat vind ik zo erg. Want ik stond vorige week bij ons in Sterrenzel bij Twitter te kijken. Ik moet je voorstellen, Twitter van Sterrenzel. We hebben er echt niks te doen op. We hebben maar 2 elftal. Alles met 2 benen en enigszins richtingsgevoel staat bij ons in de basis. Zo, man, daar had ik daar moeten zijn. Daar had je moeiteloos meegekund. En wij moesten tegen een team. En ik ga ook niet zeggen welk team, maakt niet zo heel veel uit. Maar naar, jongen, naar het geschreeuw en tegen de grond. En dan meteen omhoog schieten en het scheidsrechter aanvallen. En op elkaar en denk, maar in de jeugd dus ook. Want ik zie het bij kinderen, zie ik het dus ook gebeuren. Die dan tegen de grond gaan of die gaan liggen kermen. En, en kinderen zijn heel puur normaal gesproken. Hè? Die voetballen die worden omgeduwd, staan op, die voetballen verder. Die zeuren niet om de vrije trap. Doen ze niet. Zit niet in de aard, ze zijn aan de kant geduwd, staan op en ze gaan verder. Maar dat wordt erin gestampt door leiders of door ouders. Of ik denk ook dat ze voetbal kijken. Dus ze kijken FIFA shit allemaal. Ik heb toen een tijd terug voor die oudsters die voetballen toen nog 2 keer een wedstrijdje gefloten. Ik heb gewoon niet gefloten bijna. Dus, en dan geen janken, gepiep, is niks aan de hand, doet ook niet expres. En toen zei mijn zoon, we zijn nog kinderen. Ik zei, wat godverdomme tijd dat er eens een keer een beetje kerels van gemaakt. Maar daar begint het ook mee. Trainers moeten inderdaad ook gewoon, ik heb vroeger in de jeugd van PSV hadden wij Huub Stevens als hoofdjeugdopleiding. Ik weet niet of mensen die zich nog een beetje kunnen herinneren. Dat is een praat op de boksbeugel, is dat toch? Ja. Dat geen beschermers aan bij de training, dan moesten ze gewoon uit hoor. Kon je ze gewoon weer terug, daar hield hij allemaal niet van. En dat scheelt ook, hè. Als je trainer langs het veld zegt, je moet niet zo te zeiken, dan maak je er ook iets meer kerels van. Maar dat is wel... Ja, dat vind ik wel echt jammer. Onze jongens hebben ook geijshockeyd als je zag hoe dat erop ging. Hij is prachtig. En het is inderdaad erop wat jij zegt. Daar klapten ze op elkaar, ze schudden een keer met de kop en ze gingen weer verder. Hè, zo klein als ze waren. En,
Dus ja, goed. Ik hou gewoon van inderdaad ook van sporten waar het dan lekker een beetje tegenaan gaat. Ik heb zelf ook nog een tijdje bij het tweede amateurs van PSV gevoetbald. Nou, train ik alleen nog maar. En dan stond je op zondagochtend op zo'n koud, winderig veld, kunstgras. Wou dan uit zondagochtend. Altijd lastig. En dat, altijd lastig. En dan dat, en dat gezeik dan inderdaad bij een schouderduw. En Barry van Aan had me er al voor gewaarschuwd. En zegt, let maar op, want dan, als je iemand een schouderduwtje geeft, lopen ze te piepen. En zelf proberen ze je voor je flikken te schroppen, weet je wel. Dus ja, en ik heb zelfs een keer op de Heitech Campus, hadden ze een competitie, een vriend van mij. Dat zijn allemaal hele technische mensen. Er zijn motorisch over het algemeen niet zo goed. Maar dat was ook een die probeerde me eraf te krijgen. SC dus Nerd. Ja, echt. Met een spijkerbroek aan en gewoon de schoenen meedoen, dat soort dingen. Maar ja, dan was er ook een die me eraf probeerde te peren. En die vang ik dan op en ik, ja, dan gaan ze er wel af. En dan denk ik aan de andere kant ook Björn, sta die hier op de Heitech Campus. Even iemand van het veld af te jagen, maar goed. Het mag allemaal wel wat mannelijker wat mij betreft. Nou, ik denk ook wel dat scheidsrechters hier ook wel weer een taak in hebben. Want ik zie zo vaak dat, weet je, de paar keer dat een voetballer bijvoorbeeld in de 16 een knauw krijgt en hij probeert toch voor die bal te gaan, dan krijg je die penalty ook meteen niet meer. Want je blijft even doorrollen. Dan denk ik van ja, maar daar moet je dus wel gewoon die penalty geven. Want dan blijven mensen in ieder geval doorklunen naar gewoon, ze hopen een doelpunt te maken. Maar heel vaak als je dan op je benen blijft staan en je redt die bal dan niet, dan krijg je niet alsnog een penalty. En dat vind ik echt gewoon zo van, ja, dan nodig je ook wel uit om tegen iedereen te zeggen van, ga maar gewoon liggen. En dan zoeken we het met de VAR wel uit. Ja, en dan gaat het nog mis. precies. Juist. Maar vroeger had je als Nederlander had je schurfhekel aan Duitsland, en met name Lothar Matthäus, want die heeft dit gedrag feitelijk tot kunst verheven. Ja, tot kunst verheven. En nu is verder, in principe iedere wedstrijd staat vol met Lothar Matthäusen. Maar, en dat had ik dus gisteren oprecht af te vragen. Wat in je maakt dat je op dat moment probeert om uit iets wat niets is, om daar dan op die manier een vrije trap of iemand anders. Ik kan me niet voorstellen, Bjorn, dat jij ooit iets geveinsd hebt. Dat je echt ter aarde hebt, als er niks aan de hand was. Als je een schop krijgt en je doet hem erger voorkomen om. Daar kan ik me iets meer voorstellen, maar ik zie zoveel dingen gebeuren. Ik denk, er is niks. Nee, ja, misschien is om tijd te rekken, einde van de wedstrijd, dat je even blijft liggen voor een zogenaamde behandeling. Dat is er nog wel. Het was wel eens als je in een situatie zit waar je moeilijk uit kunt voetballen. Je krijgt een duwtje in de rug, dan ga je iets makkelijker liggen, omdat je dan een vrije trap meekrijgt. Maar dat gerollenbol en zo. Je kunt het ook meteen zien. Ik heb twee keer een enkelband gescheurd. En de eerste keer was in Qatar. Dat was een jeugd-WK toen tegen Honduras. En toen ik het terug zei, over het algemeen als je echt serieus het letsel hebt, dan blijf je meestal heel stil liggen. Viel mij toen op toen ik het terug zag namelijk. Als mensen heel erg wild gaan liggen rollenbollen, dan is er meestal niet zo heel veel aan de hand. Nee, maar dat is ook als iemand mooi doorrolt, als iemand gewoon echt een rotschop krijgt, dan zie je hem ook zo vlots als een zak aardappelen in elkaar storten. Ja. En blijven liggen, want anders doet het pijn. Ja. Maar ook zo dat die waar PSV 3 gele kaarten voor heeft gekregen, zo even dat contact met een hand, dat is, ik vind het onbegrijpelijk. Dat er zelfs Michiel bestraalt. Het is een beetje met je handen en voeten ook, het is onderdeel van het spel. Hè? Het is niet dat die iemand vol een elleboog in zijn gezicht gaat. Wie niet met zijn handen langs zijn lijf over het veld heen stuitert. Je hebt, je hebt je handen toch nodig om je... Ja. En dan staat er roze ding over, die is een halve meter kleiner. Ja. Dat is logisch dat je op die hoogte ongeveer uitkomt dan. Ja, maar het was ook niet eens. Het was gewoon helemaal niks. Het was gewoon echt helemaal niks. Ik vond het oké, je kan een overtreding geven omdat het onhandig was. Ja, maar ik zie zo vaak gele kaarten dat ik denk, ja, echt serieus, is dit nu al? Gaan we nu al een gele kaart geven? En dan andere van die klerenlaaiers die dan op je voet gaan staan, dat wordt dan niet bestraft. Dan denk ik, dat vind ik dan of tijdrekken vanaf minuut 1. Ja. Een goede tik op je hoofd. Je ziet altijd wel gewoon of die heeft gezeten of niet. Want dan heb je wel een blauw oog of een bloedneus. Of je ziet de speler. Je ziet de speler wel eens kijken dat hij hem... Weet je wel, dat je hem echt zo... Dat is lang geleden hoor, dat was in de tijd van Jan Wouters en zo. Ja, dat je nog echt een goede cake op je... En Cor Lems, ken je die nog? Speelden we uit met PSV bij Dordrecht voetbalde hij toch, of niet? Komt daar het gezegde helemaal Lens geslagen vandaan? Lems met een M. Maar die... Toch bij Den Haag?
Bij die, of, ja, maar ja, goed, ik weet het niet, maar we speelden met PSV en ik zat met, uiteraard weer op de bank naast Tommy van der Leegte en Bouwman een paalplaats, die ging iets enthousiast een duel en die schopte die lens ondersteboven. Dus Tommy en ik keken elkaar aan van nou, ik ben benieuwd hoe lang het duurt voordat die eraf gaat. Ik denk binnen 10 minuten gaf hij hem een elleboog en kon hij op een brancard eraf. Dat vind ik dan wel weer te ver gaan. Ik vind dat vrij leuk. Maar niet en hij speelde gewoon door. Hij kreeg niet schil volgens mij. Maar die stond inderdaad gewoon te wachten. Die keek een keer aan batsen met zo. Ja, we hebben hier wel te maken met volgens mij de enige voetballer in Nederland die ooit een vinger in zijn oog heeft gehad, toch? Ja. Bij mijn debuut was dat, ja. Ja. Dat is een hele rare overtreding. Heeft hij 6 of 7 wedstrijden voor gekregen? Ja. Nou. Ik was daarbij, ja. Ik stond op de tribune. Ik had geen idee wat daar gebeurde toen. En ik dacht dus dat Boerenbach was. Nee, die speelde bij PSV Boerenbach. Maar over... Ja, eerst die speelde bij Roda volgens mij, of bij Twente. Die is toen naar PSV gekomen en weer weggegaan. Heeft Boerenbach nog bij PSV? Ja, Boerenbach heeft nog bij PSV gespeeld. Boerenbach maar die heeft niet zo heel... Ja, wat was het? Begin jaren 90 volgens mij zo'n beetje. Ja. Maar was het Van Gorten? Die, ja. En toen ik het terugzag laatst, toen zei mijn meisje ook, nou, over naar de grond gaan. Maar eigenlijk, als ik het terugzie, toen ging ik ook naar de grond, omdat dat de reactie was toen. Dat ik mezelf gelukkig snel afgeleerd. Maar ik schrok er wel van, want ik zag, als je vinger in je oog denkt, godverdomme, zie ik nog wel. Maar hij had me daarvoor al een keer in mijn gezicht getuft, dus ik stond al op scherp. Ja, vinger in je oog is echt super irritant gevoel gewoon, omdat je hebt ook wel eens met je toch wel. Nou, maar je schrikt heel erg en omdat het precies in je oog zit, gaat dat oog meteen dicht, gaat meteen tranen. Dus het is echt gewoon zo, je zit echt een beetje alsof je 6 liter vodka in één keer achterover. Je trekt zo'n rare bek en zo. Dus meteen, kut, weet je wel. En, ja, hij zat er achteraf, gezien dat hij er net iets onder, maar het was wel rare. Maar dat was ook in die tijd. Ik begon, zeg maar, ik had 98-99 was mijn eerste jaar dat ik een seizoenkaart had. En dan had je bij Feyenoord ook, ja, maar sowieso in de Nederlandse competitie had je een paar van die spelers waarvan je wist. Zo'n Bosveld bijvoorbeeld. Ja. Dan wist je gewoon van, eerste 5 minuten deelt hij even een cake uit. Ja. Om even te bepalen hoe... En niet onsportief, maar wel gewoon even een duw van, hé, hier valt niks te halen. Dat mis ik gewoon. Ja. Maar gewoon even laten zien van, joh vriend, hier gaat niks... Maar die gasten konden ook ontvangen, had ik het idee. Ja, precies. Ook dat, ja. En daar heb ik het laatst bij die podcast ook over gehad. Dat ik daar, die klinken misschien inderdaad als oude lullen, maar dat is wel een beetje veranderd. Want ik kan me dus ook herinneren toen ik op de tribune stond bij PSV en er was PSV Ajax. Dat is ook zo van Tiggelen zo. Dan meteen in de eerste 5 minuten kegelde die Overmars over de zijlijn heen, weet je wel. En dan was de toon gezet. En dan mis ik inderdaad ook toen PSV thuis tegen Feyenoord op zijn kloten kreeg. Toen zag ik ook niemand denken van nou is het godverdomme afgelopen, weet je wel. En dat is, vind ik wel jammer. Maar ik denk dat er ook echt ook te maken heeft dat er ook een andere manier van opleiden is geworden. Dat er meer camera's zijn. Dat het allemaal... En de manier van fluiten, wat ik net al zei. Als je weet dat bij elke half zetje je gaat liggen en toch een vrijtrap meekrijgt. Dan ga je anders voetballen dan wanneer de scheids het gewoon doet. En dat is ook de mentaliteit, Bjorn. Ze worden natuurlijk als prinsjes op het paard worden ze richting het eerste elftal begeleid. Ja. En er geen strobreed in de weg gelegd. En alleen maar mooi technisch voetbal. En tasjes staan klaar, shirtjes hangen klaar. Alles wordt geregeld, alles wordt betaald. Ze krijgen veel te veel geld. Alles... Het worden feitelijk al half zachte voetballertjes voordat ze hun debuut gemaakt hebben. Dat vind ik zo mooi bij die vrouwen, als je dat kijkt om op zondag. Ja, veel mannelijker dan de mannen. Maar dan ook met die karren lopen en met hun watertassen en gewoon naar het veld lopen. Ja. Met hun eigen spullen. Dat is wel een mooi contrast. Vrouwenvoetbal gaat minder vaak naar de kapper dan het mannenvoetbal. Maar daar zie je, daar hoef je geen psycholoog voor te zijn, dan zie je toch wel al een beetje fout gaan. Ja, dat, en ergens is het ook wel weer te verklaren als een talentvolle jongen, dat heb ik ook al eens vaker gezegd, de keuze heeft tussen PSV, Feyenoord of Ajax. En ze zeggen bij PSV, nou luister, je moet dat soort dingen allemaal maar gewoon zelf regelen en we gaan niet al te goed voor je zorgen. Dan zeggen ze, nou, dan ga ik toch naar Ajax of naar Feyenoord toe. Dus dat is ook een van de redenen waarom ze denk ik zo in de watten gelegd worden. Terwijl die clubs met elkaar af zouden moeten spreken. Toen ik in de jeugd van PSV kwam in 86,
Dan had je gewoon je eigen trainingspakje aan en die was ons moeder. En dan speelden we trainen op één veldje. En dat tegen tijd oktober stond er geen graspriet meer op, was het modder, begon te vriezen, stond je bevroren modder te voetballen. En als er dan een kind viel... Nog altijd beter dan het veld van Sparta trouwens. Ja, dat zou zo maar kunnen. Nee, maar dus... En ook dat eigenlijk als je na de tijden veranderd zijn, niet alles was beter. Werden we in een busje werden we dan... gingen we dan naar Zeist toe voor het Nederlands jeugdteam onder 14. En de chauffeur zat er gewoon de hele reis te roken in dat busje. En ik had daar niet eens een opmerking over gemaakt. Alleen in die wedstrijd kwam ik erachter dat ik op een gegeven moment, als ik een paar sprints had getrokken, begon te hoesten, dat ik gewoon een beetje een tabaksmaak in mijn mond kreeg. Dus, en ik had niet eens de link gelegd met het feit dat die man in de hele reis zat, zit paf in het busje met de ramen dicht. En ik kwam toen... Dus ik zei daarvan, dan rook ik niet meer. Ik zei, nee, daar zeg ik het helemaal niet voor. En toen kwam de trainer, Adrie Verkraai, die week naar mij toe. En die zei, wat heb jij tegen René gezegd? Ik zeg, dat hij niet meer mag roken in het busje. Ik zeg, dat heb ik helemaal niet gezegd. Wel even met beide beentjes op de grond blijven. Ik kreeg niet op je flikker ook nog. Ja. Beetje ja. Schone longetjes. Ja. Terwijl René zich al aan het indrinken was voor de weg terug. Ja, die zat bako's te haken. Ik hoor laatst ook een raar verhaal. Vincent Geers, dat is ook een comedian. Die woont bij mij om de hoek. En die heeft een jochie van 8 en die zit op voetbal. En dat doet hij hartstikke goed. En die zei het laatst tegen mij, ik had zo'n raar gesprek. Toen moest hij naar de trainer komen en een soort functioneringsgesprek met een kind van 8. En dan moest hij allemaal moeilijke vragen van, hoe zie jij jouw bijdrage in het team? En wat kan de club jou allemaal brengen? En wat kan jij de club... Dat je denkt, het is 8! Geef hem gewoon een cola en een frietje. Doe even normaal. Weet je wel, dat is... Weet je, ooit las ik in het clubblad van Feyenoord een heel mooi verhaal met Makai. Die had toen, die had zijn zoontje, die zat op voetbal en die zei, mijn zoontje die was, dat was gewoon eventjes voetbal, gewoon een kluit en rennen en gaan. Hij zegt, op een gegeven moment zijn ze daar systemen in gaan brengen. Hij zegt, terwijl als het nou één ding gewoon is, op die leeftijd, gewoon lekker ballen joh, ga maar rennen, doe maar vliegen en verder niks. Maar dan gaat zo'n trainer van zo'n, ik heb die ook gehad, van zo'n amateurvereniging, die denkt ineens, ze zit op mij te wachten, de wereld. En dit is mijn TOGR, E3, is mijn voorland. Dit wordt hem. En hij vertelde dus, zijn zoontje hield in een schriftje heel schattig bij, papa, ik heb meer gescoord dan jij nu. Want die had echt zo helemaal bijgehouden hoeveel doelpuntjes die had gemaakt. En die had gewoon gekeken naar de carrière van zijn pa. En hij zegt, en nu is die laatste man, die jongen is gewoon ongelukkig. Die staat daar een beetje, die moet dan in positie blijven. Dat je denkt, ook hè, langs de kant, bij de JO8, terug in positie. Ja. Inzakken. Terug in positie. Is advocaat, coach bij JO8. Terugzakken. Maar ik zag er ook bij ons, toen die oudste nog voetballen ook, hè, dan de focus ligt helemaal verkeerd. Want ik vind inderdaad, die jongen moet lekker een beetje ballen en we maken een opstellingje en dat zit. Maar er is geen aandacht, terwijl ik dat juist belangrijk vind, een soort opvoedkundig, is dat ze na de wedstrijd die scheidsrechter even netjes een handje geven. En dat ze daarna in de kleedkamer die shirtjes netjes gewoon eventjes en die broekjes en sokken gewoon in de tas doen en niet binnenste buiten richting die tas flikkeren. Want dan kregen ze echt op een flikker van. Er zijn moeders die dat thuis moeten wassen, godverdomme. En dan was ze niet luisteren als een trainer, maar een andere trainer. En zitten ze doorheen te lossen. Hij heeft godverdomme al 3 keer gevraagd of je bek dicht wil uit. Dan zijn ze wel stil uiteindelijk. Maar die focus ligt bij mij helemaal verkeerd. Ze zijn veel meer bezig met inderdaad inzakenposities en zo. En vergeet ondertussen dat gewoon normaal fatsoenlijk gedrag is het niet, hè. Dat wordt gewoon vergeten. En wat ze niet meer leren is verliezen. En dat is ook gewoon super. Ik doe de JO7 doe ik bij onze begeleider. Die kunnen helemaal niks. Mijn dochtertje zit erbij. Dat is super grappig. Maar die zie je per week zie je die een beetje groeien. Er komt steeds meer overspel. En dat is heel leuk. Dus die zijn op het eerste seizoen bezig. En vorige week moesten ze tegen Zomeren. JO7-3 of zo. En er zijn wedstrijdjes van 10 minuten. Ze spelen een soort poolsysteempje iedere zaterdag. Die hebben met 9-1 gewonnen in 10 minuten. Dat is op stoom, toch? Als viertalletje. Die moesten afgelopen zaterdag weer tegen hetzelfde team 3-1 verloren. Ja.
Goed. Ja, en goed. Dat vindt ook niemand raar. Ja, nu verloren. Vorige week gewonnen met 9-1. Box geven in de afloop en klaar. En door. Het mooie was inderdaad dat bij de Teun van Tiem was ook zo'n bij elkaar geraapt zooitje. En dat is het leukste om te doen. Want die, en die ouders vonden het natuurlijk allemaal prima. Dus dat was heel leuk toen. Die zaten een beetje te buurten. En er was één jochie. Daar had ik zo'n zwak voor. Die kon ik gekloten van. Maar dat interesseerde me ook geen zak. En hij kwam al een keer het veld op zonder voetbalbroek. Was hij vergeten aan te doen. Dan hadden we mij al helemaal te pakken. En, Future Prins Carnaval. Ik kan me gewoon vinden, jongen. Dit de broek maar aan. En dat had hij alleen op jou aan. En, de vraag is, omdat een mannetje van 7 gewoon zonder bij jou in de buurt durft te komen. Moet dat... Ja, die kan... een gewenning zijn geweest al. Dat was het begin van het houd het broekje maar uit, jongen. Maar alleen een miootje zoals dat. Nee, maar toen hadden ze al een wedstrijd verloren met 10-0 of zo. En een van die jochies moest huilen omdat ze met zoveel verloren hadden. En een week later, toen gingen ze met 11-1 vanaf. En toen zag ik dat ene jok wat zijn broek was vergeten, dat allemaal geen zak interesseerde, naar dat jochie toe lopen. En toen zei hij naar de hand zo, en? Tevreden? Toen had ik net met 11-1 verloren. Ja, dat vond ik zo mooi. Zo mooi. En dat was het heel leuk om te doen. Zo'n elftalken waar gewoon, ja, zo'n bijkaart. En ook als ze met 3-0 of 4-0 8 zonder rust, dan zaten ze met de kopjes en ik zei, jongens, jullie zijn veel beter dan jullie zelf denken. Sinds ze in één keer ook nog in zichzelf beginnen te geloven. Is leuk hoor. Ik vind dat niveau van voetbal vind ik heel erg leuk. Of tenminste, vond ik heel leuk om een beetje te coachen. En alleen training geven was lastig, want ze konden gewoon, ja, je kon er niks mee. Het is wel leuk als je een paar oefeningen met ze kan doen, toch? Ik weet niet, geef je ook training op, of doe je alleen coach? Ja, ook trainingen, ja. Ja, we zijn 6-jarigen. Harde hand, hè? Ja. Rob is van de harde hand. Alleen maar lopen. Maar wel echt lopen. En dat kan gekloot worden, maar dat gebeurt 2 keer. En dan is het ook klaar, hè? Want ik ga geen discussie aan met een kind van 6. Nee. Dat gaan we niet doen. Dus, maar... Oh, ik zou daar een camera op willen zetten. Dat jij met tranen in je ogen, dat je de totale controle kwijtraakt over die groep. En dan met zo'n fluit ook eroverheen jekken en zo. Jang, jang. Luister nou. Je moet diep gaan. En dat de selectie het vertrouwen in je opzegt. Er wordt aan mijn stoelpoten gezaagd. Ja, na de afgelopen 3-1 tegen Zummeren van afgelopen zaterdag is die kans best aanwezig dat er inmiddels al een vergadering belegd is door de 6-jarigen. Ja, je hebt je kersttrui aan, want je gaat de kerst waarschijnlijk niet halen. Nee. Ik heb een keer training gegeven aan jeugddelinquenten, maar dat was echt zo'n verhaal. Die luisterde voor geen meter. En de begeleidster daarvan, die had een middagje vrijgenomen. Die liet me het gewoon helemaal in mijn eentje uitzoeken. Dat is echt lastig hoor. Ja, maar als ze niet willen, dat is een ander verhaal. Dan is er niks tegen te beginnen. Nee, maar ja, dit is een jeugddelinquent is natuurlijk een uitzonderlijk geval. Dat was ook niet echt een vrije keuze. Ik denk dat ik een keer iets voor een goed doel doe. Maar in zo'n jeugdelftal, inderdaad, dat is het. Als ze niet willen, dan ben ik er ook snel genoeg klaar mee, toch? Daar ga ik geen energie in steken. Ik speelde bij, volgens mij was het D2. Daar stopte ik. D2 of D1 van... Ik had een mooie carrière. Ik dacht, ik doe een Björn van der Doelen. Ik stop gewoon net iets eerder dan iedereen denkt. En ik speelde bij Theo GR. En Theo GR was toen wel hoofdklasse hoor. Daar heeft, volgens mij heeft Bosveld daar afgebouwd ook. En Van Gastel heeft daar rondgelopen. Maar er waren allemaal van die trainers die echt dachten dat ze het konden. En ik kon er gewoon niet veel van. En ik had een trainer die had dat wel door. En die zei op een gegeven moment tegen mij: Tim, het zit wel in je kop, maar niet in je poten. Hij zei gewoon: jij staat linksback, je ramt al die ballen naar voren. Want je kan wel kaatsen. Je ziet het wel, zegt hij. Maar ja, je kan het gewoon niet. Ik zei: nee, dat kon ik wel waarderen. Die stond ook te juichen toen we met 3-1 verloren en ik die ene goal maakte. Nou, dat is mooi, ja. En dat is mooi. Maar ik heb ook op een gegeven moment kreeg ik een coach die ging gewoon mijn helft aan de kant houden. En dan hadden we uitwedstrijd ergens, ten zuiden van Rotterdam. Dus ergens op die eilanden, weet je wel. Ergens... bijna Zeeland. Of wat. Ja, bijna Zeeland. En dan stond je in zo'n tochtige windhoek en dan mocht je dan zo'n... En toen ben ik naar mijn ouders gelopen, toen heb ik ze strak aangekeken.
11, 12 jaar, toen heb ik tegen ze gezegd, en dit moet ik leuk vinden. Ja. En toen heeft mijn moeder gezegd, nou halen we je van voetbal. Nou, dat is raar natuurlijk, dat je bij jeugdsport, hey, maar op dat niveau, heb je, dan moet je gewoon lekker doorwisselen, joh. Ja. Nou, dan niet alleen, maar je moet inderdaad realiseren op welk amateuristisch, tergend, traag, slecht niveau je staat te voetballen. En dat was vorige week bij het tweede van Sterren ook. Ik denk van, je gaat elkaar dan niet gewoon moedwillig over de zijlijn heen stampen met taggers op kniehoogte. Ja. Je staat tegen het tweede van Sterren om te voetballen. Doe gewoon normaal. De IC stig al vol. Hou op, jongen. Ja, maar dan is het dus ook nog, hè. Als je dus naar het ziekenhuis moet, dan word je niet behandeld ook niet. Maar een schouderduwtje of een stevig mannelijk voetbal, maar zo fucking hard op die enkels erin gaan. Ik doe gewoon normaal. Ja. Maar dat, maar dat verliezen, als dat teampje van mij, als die, ik ben eerder geneigd om ze een of ander ijsje of een tractage te geven als ze verloren hebben. Dan zeg ik, jongens, goed gedaan, hier ijsje. En dan leren ze, nou, verliezen is, hoort erbij. En volgende week volle bak gaan we er weer tegenaan. Maar dat hoort erbij, maar ze mogen niet meer verliezen tegenwoordig. En, ik krijg nou een competitie waar tot de JO12 worden er geen standen Rob, bijgehouden worden, geen uitslagen bekendgemaakt, niks is belangrijk meer. Het gaat om het spel. Ik heb wel gehoord dat, maar dan krijg je bijna daar, Rob, ik heb wel gehoord dat bijna de hele selectie van PEC Zwolle op die manier is opgevoed. Dat als ze verliezen, dat ze dan een ijsje krijgen. Dus ik weet niet of Sparta, dit helemaal. Oh, Sparta, oh. Bram van Polen heeft iedere week een raketje. Nog steeds gewoon vooruit tot zo. Inhoudelijk, want ik moet altijd een beetje de regie over het gesprek behouden. Ja, dat gaat goed hoor. Iets van over de wedstrijd van afgelopen weekend zeggen, toch? Ja. Oh, ja. Nou ja. Het was slecht hoor. Ik vond het echt slecht. Ja, maar ja, ik ging zaterdagavond op de bankie ging liggen. Denk ik, nou, lekker samenvattingjes kijken. En 1 doelpunt. 3 wedstrijden. Ja, maar er is nul beleving. Ik heb naar dat Feyenoord-Groningen, vond ik echt een verzoeking om naar te kijken. Je zit op te wachten. Wordt het 1, 2, 3, 4-0. Nou, het wordt 1-0 en dan komt er één lange peer. En dat is dan meteen een doelpunt. Ja, je zit ook naar te kijken. Ja, ik vind het bizar. Feyenoord had volgens mij 65% balbezit, 24 schoten. Ja. Dat je denkt, ja, normaal gesproken win je zo'n pot. Ja. En alleen, ik vind inderdaad de reacties na afloop echt ook bij supporters van, ja, en die Toornstraal en dit en dat en zus en zo, en je moet dit en je moet dat. Dan denk je, jongens, kom op zeg, uit bij Groningen kan je gewoon gelijk spelen. Het is gewoon echt een hele stugge kut tegenstander. Ja. Kut echt en weg ook nog. Sorry? Kut en weg ook nog. Ja, dat werd wel gezegd van tevoren door supporters. Nou, die Uisnes heeft een thuiswedstrijd. Dat is wel lekker. Ja, ik heb de samenvatting alleen gezien, Bjorn. Ik zat het ondertussen bij. Want ik zat zo in die. Ik had natuurlijk net de Formule 1 gekeken. Ik dacht, die sfeer laat ik niet verpesten. Dus ik ga geen PSV kijken, dacht ik. Kreeg ik gelijk tot de 80ste minuut. Maar het was ook, zoals het omschreven was, het heel slecht. En toen zag ik de samenvatting. Ik denk, ja, zo slecht vond ik het niet. Maar luister, dat was, ze hebben een hele slechte fase gehad, zo de eerste helft, zo tussen, vanaf de 25ste tot de 30ste minuut of zo. Die 5 minuten was het echt even niet om aan te zien, dat NEC ook een paar keer leuk stond te voetballen. En die werden dan in de rust ook meteen aangepakt, die momenten. Terwijl PSV had 70% balbezit en veroverde de bal snel. Creëerde niet heel veel kansen. Maar ja, er is ook inderdaad lastig met 10 man zo rond de 16. Maar daar is waar we het toen straks al over hadden. Het wordt het dan ook heel vaak dan weer zo. Dan wordt het zo groot gemaakt dat het niet goed is. Dan is het ook meteen helemaal waardeloos. Dan denk ik, nou ja. En achteraf zei ze ook en terecht dat PSV uiteindelijk wel terecht gewonnen heeft. Zeker gezien de kansen. Volgens mij heeft PSV van 27 keer op goal geschoten. Maar dat is ook met Drommel. Drommel maakte bij de eerste goal een fout. Maar, en dat staat dan in de krant. Maar met 1-0 pakt hij wel een bal nog. Als dat 2-0 wordt, is het gewoon klaar en uiteindelijk win je nog. Ik al niks over in de krant en dat vind ik gewoon fucking irritant. Kunnen wij niet afdwingen dat in principe de tegenstanders alleen 1-op-1 op Drommel af mogen, niet meer schieten? Is dat, ook... niet van afstand schieten. Niet van weg, niet van weg. 1-op-1 is hij heel rustig en heel goed, maar als er geschoten wordt, dan is het feest, toch? Dan ja, ja.
Ja, ik moet zeggen, hij heeft dan ook wel een beetje pech nou dat zijn fase heb je dan ook. Hè. Dan zit het allemaal een beetje tegen, want die bal die zwapt als een malle. En dan stoot hij hem dan toch enigszins aan de zijkant, dan valt hij precies. Dat is dan ook, hè. Je had ook hier van PSV kunnen staan, je had hem weg kunnen schieten. En dan was er niks aan de hand geweest. Dus je hebt van die fases dat je het een beetje moeilijk hebt, en dan zit het ook allemaal een beetje tegen. Maar is het ook niet zo dat onderbuikgevoel regeert? Dat bij inderdaad wat we eerder al aanhaalden, dat er dan gewoon wordt geroepen van ja, die Drommel kan er niks van. Dat is dan gewoon zo. Het ziet er weer niet goed uit. Het ziet er weer niet goed uit. Ja. Dus gewoon, structureel probleem bij Ajax. Ja, Bijlo is blessuregevoelig. Drommel kan er geen kut van. En Haller is niet een Ajax-spits. Is gewoon geen Ajax-spits. Basten vond het een matig elftal van Ajax, wat er nu momenteel staat. Ja. Pannenkoek. Nou, er is wel één dingetje wat ik wel... Als ze nu echt gewoon een beetje ballen hebben, Ajax, pakken ze gewoon een keertje de portemonnee en doen ze die Mazraoui een goede aanbieding. Want dat is wel echt gewoon een verschilletje. Als die meedoet of niet, dat merk je nu wel. Die tandem met Anthony is echt wel gewoon... dat is echt wel... heel tof. Je ziet dat als die twee met elkaar spelen, dan gebeurt er wat. Maar ze hebben 4 tegendoelpunten. Ja. Nee, ik zeg ook niet dat het verschrikkelijk is. Het punt is natuurlijk dat op een gegeven moment, misschien is het de maakbaarheid van de wereld hoor, of zo, waar we in zitten, dat iedereen denkt dat het allemaal maar altijd perfect moet zijn. Ja. Maar ik zie dan ook... De afgelopen 6 wedstrijden tegen AZ is gewoon 50-50, hè? 3 verloren, 3 gewonnen. Dus zo bijzonder is het niet. Ja, maar je kan een wedstrijd verliezen. Ja. Dat gebeurt wel eens. Dat is heel kut, heel vervelend. Maar ook niet meer dan daarna. We hebben het niet meer gewend zijn, we mogen niet meer verliezen. Je moet gewoon niet verliezen. Ja, maar gisteren ook die Van der Vaart, die zit keihard te lachen omdat Feyenoord kampioenskandidaat is. Die zit gewoon te lachen. Bij Studio Voetbal. Nee, maar dit is niet. En dan denk ik, ja, maar ze staan wel gelijk bij Ajax. Dus hoe doet Ajax het dan? Mijn grootste één is daarin is ook dat. Dat Sangaré is er een goed voorbeeld van. Die kreeg ontzettend veel kritiek. En hij voetbalde toen ook nog had wedstrijden waarin hij ook zorg was. Maar waarin je ook gewoon kon zien hoe goed hij is. En dat neem ik, kijk, ook daarin snap ik supporters de emotie. Maar daar zijn die journalisten en die analytici die dik betaald in de stuur zitten voor. Zij moeten niet net zo populistisch mee gaan lopen lullen. Die kan er geen kloten van. Zij moeten zien van, ja maar luister, hier in deze situatie zie je dat hij wel degelijk goed kan voetballen. Die slordigheden moeten er nog uit. Maar dat zit er wel in. En dan hoor je dan niet. En nou is het. Nou speelt hij gewoon. Moet ik zeggen, was hij gisteren wat eerste helft ook wel slordig. Maar speelt hij al een heel seizoen fantastisch. En nou, ja, zo kan ik het toch. Dan ziet elke boerenlul dat hij kan voetballen. Maar je moet het zien op het moment dat hij minder speelt. Hetzelfde bij zijn Drommel. Hij maakt daar een fout, maar hij pakt inderdaad ook die bal. En ik vind dat benoemd moet worden. Want dat zijn belangrijke momenten in de wedstrijd. En dit is dan zo. Ik vind dat zo makkelijk journalisme, vind maar, ik. Maar ook dat cynisch zitten lachen. Ik bedoel, ik weet echt wel dat Feyenoord niet de kampioenskandidaat nummer 1 is. En we hebben aan het begin van het seizoen heb ik met Thijs, mijn brother in crime wat dat betreft, hebben we gezegd, iedere winstpartij is er eentje meegenomen. Maar ga maar na. Ik zat gisteren even een rekensommetje te maken. Feyenoord, en dat wordt wel even vergeten. Uit bij Utrecht geweest, uit bij PSV geweest, uit bij Vitesse geweest, uit bij Cambuur geweest, uit bij Willem II geweest, nu uit bij, bij Groningen geweest. Die hebben een paar kutpotjes al achter de rug. Ja, het hele linker rijtje. Ja, en na ook nog eens vaak Europese wedstrijden. Ik bedoel, nee, want dat wordt dan vergeleken met vorig jaar. Ja, toen stonden ze er ook goed voor. En toen waren al die topwedstrijden nog niet geweest hoor, kan ik je vertellen. Nou Tim, nee. Ik denk wel dat als ik dan zo gewoon Studio Voetbal bekijk, dat Rafal van der Vaart ergens een sponsordeal hebt en dat hij iedere keer als hij iets doms zegt, dat hij gratis een frikandel kan ophalen ergens. Een ijsje. Vlies is goed. Zo te zien. Hij heeft ook een boek geschreven, toch? De Magnum Opus. Bjorn, je hebt natuurlijk wel eens in zo'n kleedkamer gezeten. Maar als je dan echt gewoon dat, uh, dat,
dat gezeik en gezemel, heeft dat effect op zo'n kleedkamer? Als ze echt gewoon zo structureel over alles zitten door te rommelen en te morrelen? Want je leest die shit toch ook wel. Je komt het wel tegen. Of in ieder geval zegt de bakker het weer en dat soort shit. Maar dat ook, inderdaad. Dat is af en toe wel vermoeiend. Zie ik de jongens niet meer zelf naar de bakken gaan, eerlijk gezegd. Wordt allemaal gedaan. Bovendien koolhydraatarm, hè. Dat is allemaal... Lunchdraaiende yoghurt, weet ik het allemaal. Een vriend van mij heeft ooit bij een fietshandel gestaan. Kwam Ruud Gullit de fiets kopen. Dat kunnen wij het niet meer voorstellen, nou. Ruud Gullit, hij stond Ruud Gullit achter hem te wachten. Omdat hij een fiets wil. Maar die was niet aan de beurt. Daar kunnen wij het niks meer voorstellen. Ik heb trouwens het verhaal over Ruud Gullit. Die lag in een ziekenhuis in Rotterdam. En die dacht om 9:30 s'avonds, weet je wat ik ga doen? Ik ga even naar de kinderafdeling. Dat vinden ze leuk, om 9:30 s'avonds. Ja. Liep hij met zijn krukken, liep hij zo. En toen kwam daar de hoofdzus, de hoofdverpleegkundige, die kwam daar naartoe. Die zegt, wat gaat u doen? En die zei, ik ben Ruud Gullit, leuk voor die kinderen. Ze zeggen, ben je de fucking koningin? Interesseer me geen zak. Terug naar je hok, Dil. Ik ben het ook verdacht hoor, op 10 uur s'avonds en de kinderen op de... De laatste keer was het met Marco Bussato gebeurd en dat is helemaal verkeerd afgelopen. Ja. Wij gaan al redelijk richting einde. Als er nog, zijn er mensen die onder jullie die iets heel belangrijks te melden hebben? Want we hebben nog een ode te gaan. En we hebben... dat heel even snel over ergens naar kijken en je ergeren. Ik weet niet of jullie al in die Beatles-docu zijn gedoken. Nee, is het mooi? Het is verschrikkelijk. Oh. Ik heb hardop vloekend achter de tv gezeten. Het is echt... Spelen ze met de punten achter hem. Nou, waar je op hoogte is, je hebt maar een heel paar... Tot nu toe, ik ben er nog niet gereden. Ik moet nog fucking 2 uur van deel 2. Het is... Je hoopt op... Het is op een gegeven moment komt Paul McCartney binnen... en die zet de Long Winding Road in... en die gaat dan een liedje werken. Dat is waar je wil zien, toch? Van als ze met zijn liedje... Mm-hmm. Ze zitten alleen maar te ouwe hoeren en alles is moeilijk en ze doen geen flikker en als ze al iets doen, dan doen ze covers flyeren en Yoko Ono zit constant aan John. Het is niet om aan, het is de meest verschrikkelijke document die ik ooit heb gezien. Dus voor alle gasten onder ons, een must see, je moet hem zien. Gewoon om je te ergeren, ik denk, kom op man, ga eens gewoon... Nee, want de album is prachtig ook, Let It Be. Ik vond echt een goede plaat. Ja, maar zo is dat nummer ook ontstaan, toch? Dat ze zoveel hebben lopen zeiken, dat ze zeggen, ja, Let It Be. Laat maar gaan. Titel, ja. Oké, okay, we moeten een titel hebben waar geen R in zit, want Yoko is erbij. Eigenlijk was het Reddit Be, maar ja, dat is verbasterd door Yoko. Ja, precies. Goed. Maar ook daarin geldt gewoon, doe waar je goed in bent, toch? Ga niet lopen te janken en miepen. Doe waar je goed in bent. En dat geldt voor Veldig ook. Gewoon doe waar je goed in bent. Nee, ik wil jullie als mijn life coach. Jullie als duo. Rob en Björn. Gewoon doe waar je goed in bent. Niet miepen. Gewoon schouderduwtje. Gewoon normaal doen. Ja, maar jij komt uit Rotterdam. Dit is dan gewoon het motto van jullie hele stad. Doe waar je goed in bent. Nou, doen waar je goed in bent, dat heeft niet iedereen in de stad begrepen. Maar die janken is wel... Helmut er ook bij, hè? Dus, ja, dat is waar. Heel veel mensen die niet doen waar ze überhaupt niks doen. En dan jou moet het zijn. Hey, wiet kweken is een eervol beroep tegenwoordig. Nee, absoluut. Vind maar, het is een goede container. Ja, dat bedoel ik. Zal ik hem doen, Wilco? Dan loopt weer een schandalig uit de tijd. Tijd voor de ode. Dat is eigenlijk niet zo, we hebben niet zo'n heel goed voortraject voor de ode gehad. Nu achteraf, denk ik dan. Het gaat over de schaduw. Ik ga de klagers aan het zonnetje zetten. Bij iedere club hangen ze rond. De mopperende oude mannetjes bij PSV, beter bekend als de Hertgang Bastards. Ze klagen over de slappe koffie in de kantine van het trainingscomplex, ze leveren vakkundig commentaar naast het veld en ze zitten onophoudelijk te grommen op de tribune. Mannen voor wie het heden helemaal niet telt, want vroeger in hun tijd was het allemaal beter. Het gaat er bij deze notoire achteruitkijkspiegelaars niet om wat je hebt, het gaat erom wat we ooit hebben gehad. Want vastklampen aan wat ooit was levert op dat je je niet hoeft te verantwoorden van wat er nu niet is.
Fans die bij iedere speler uit de huidige selectie speler uit het verleden kunnen oplepelen die beter was. Veel en veel beter zelfs. Het is toch een schande die Vinicius hadden die Luc de Jong nooit moeten laten gaan. Het mooie is dat Luc de Jong tijdens zijn vormcrisis hier in Eindhoven ook werd weggefloten. En ook Luc werd in zijn tijd vergeleken met zijn voorgangers. Ooit hadden we hier Ruud van Nistelrooy in de spits. En Romario, Halva Torres, dat was pas een voetballer. Beter dan Willy van de Kuilen zullen ze nooit meer worden. Altijd maar teruggrijpen op dat wat ooit was. En datzelfde principe lukt die kritiekassers bij iedere trainer en bij ieder spelsysteem. Het was altijd en overal beter dan het nu is. Want oh wee, als ze de stoelen in het stadion een opknapbeurt geven. Die andere kleur rood zat een stuk soepeler, of niet Jos? Oh, absoluut Barend. De kwalijke kanten vervagen de herinnering aan het overblijf zijn louter hoogtepuntjes. De verzamelde goals op YouTube, legendarische reddingen, prachtige counters die in het topper ons, in ons voordeel beslisten. Zelfs de werklust van een iets wat minder getalenteerde middenvelder wordt na verloop van de jaren met terugwerkende kracht geprezen. Die werkte tenminste voor zijn centen. Tijd vervaagt fouten en irritaties. Hadden we Pereiro nog maar, de beste voetballer die we hier deze eeuw gehad hebben. Terwijl diezelfde Pereiro toen hij hier naar voetbal de wekelijks fluitconcerten om zijn oren kreeg. En toch, ondanks hun eeuwige gemopper, hou ik van het cynisme van deze zuurpruimpjes. Zij zijn namelijk de nostalgisten van een club. Die, hoe goed het momenteel ook gaat, altijd scherp zullen blijven om vooral niet al te optimistisch te worden. Die iedereen binnen de club met beide voetjes op de grond houden. Vroeger, toen stonden ze tenminste nog met beide voeten in de grond. Ooit zullen ze Joël Drobbel de hemel in prijzen. En Doan en zelfs Bruma. Wanneer dan? Bij de eerste de beste blunder van hun opvolgers. Ooit zullen de kloppende harten van de publieksopinie met weemoed verzuchten toen Roger Smit hier nog coach was. Toen werd het tenminste op de aanval gevoetbald. 90 minuten lang full gas voetbal. Hadden ze hier in Eindhoven nog nooit meegemaakt. Dat zullen ze uiteindelijk zeggen. Maar ik ben bang dat dat nog wel een paar decennia gaat duren. Mooi. Mooi. En waar. Goed. Wilco. Ja, zeg dus, maar, zitten we er doorheen? Heb je voldoende? Ja, we hebben zeker voldoende. Ik moet dit allemaal nog editen. Wij kregen vanmorgen een appje van jou. Ik wil niet te veel te editen hebben, dan zouden we hem binnen de 50 minuten, anders is het te veel werk. Het lijkt me goed dat we nu dan gewoon ook enorm uitlopen, dat wij gewoon maar blijven. Dat hij moet op end record drukken. Joran, vertel nou eens, hoe is jouw carrière begonnen eigenlijk? Ja, dat was het allereerste begin. Ah ja, of twee, hè, manneke van twee. Nee, was leuk, mannen. Ja, dankjewel, man. Dat vond ik ook, dankjewel. Ja, het is jammer eigenlijk, jullie zitten nooit met z'n vieren bij elkaar. Nee, wij wonen te ver van elkaar af ook. Dat is wel jammer. Dit werkt ook wel, maar ik vind het eigenlijk altijd het leukste als je... Ja, nou, en dat is het leuke van de Skeet & Willy podcast, daar is altijd iets te eten. Dat is ook fijn. Ja. Ja, dat zorgen we. Daar kan je zelf ook voor zorgen, hè, Rob. Dan komt de Brabant weer. Kerststol. Maar ik kan toch moeilijk iedereen een stuk kerststol opsturen op maandagochtend? Dat gaat toch niet? Nee, maar je kan toch zelf naar binnen zitten hakken? Dat heb ik net gedaan. Ik heb met kerststol zitten eten. Met, lekker, man. Met de spijs eroverheen gesmeerd. En ja, ben jij een spijssmeerder? Ja. Oh, dit is zo leuk dat dit nog geëdit moet worden, weet je wel? Dit hoeft niet geëdit. Dit zorgt voor polarisatie in de samenleving. Hoe dat je feeststol eet. Eet je dus om er zijn mensen die dus eten dus om die kwakspijs heen. En bewaren zo'n zompige spijs tot het einde. Daf, 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 daf. En je hebt mensen die het uitsmeren over een boterham. Je hebt mensen die het uitsmeren over en daar weer boter. Er zijn echt heel veel verschillende... Nee, ik hak hem... I take it as it gets. Weet je wel, ik hak hem gewoon zo. Ja, maar dan eindig je dus altijd met een hele lap droog kerstbrood. Nee, want daar heb ik gewoon roomboter overheen. Ja, maar dan kun je net zo gewoon... Ja, dan hoef je toch geen feestol te pakken. Ja, maar het is toch een stuk feestelijker om een feestol te pakken. Zie je de polarisatie? Het is wel feestelijk. Nee, dit stukje extra content, daar zit de luisteraar op te wachten. Björn, ik heb gisteren heb ik nog even je plaatje opgezet. Welke? Ik heb gewoon een LP van jou. Caballero Die? Velter. Hè? Ja, die heb ik. Cool. Ja. Hoe, ja. Had jij die besteld of was jij een keer mijn optreden of? Nee, reden waarschijnlijk. Nee. Ik betaal voor dingen. Wat zei je, Rob? Stonden wij niet samen in Veldhoven? Was jij er ook niet bij, dat Björn erbij was? Nee.
Oh, oké. Nee, dat had ik onthouden. Oh, nee, dat was ik heb toen de tijd. Ik weet dat jij. Want dat is al best wel een oude LP, of niet? 2015, ja. Ja, toen heb ik hem redelijk snel heb ik hem gekocht. Ik had toen een vriendinnetje uit Tilburg en ik was in een platenzaak. Ja. En daar zag ik hem en ik dacht, hey, meenemen. Want dat was toen net zo'n. Volgens mij was dat best ook wel aan de hand dat jij dat net was gaan doen. Ja, dat was de derde plaat, maar de eerste die lukte, zeg maar. Die tweede was een beetje oefenen. Maar in Tilburg, in de Sounds, was dat volgens mij. Ja. Die heeft die plaat toen ook veel, die had hij vaak opstaan zo. Dus die heeft hij daar toen goed verkocht. Ja, en daar heb ik hem volgens mij ook gehoord toen. En dat ik dacht, hé, maar dit is tof. Leuke plaat, hoor. Heb je ooit gekeken naar het recordlabel van die plaat, Tim? Nee, dat is nog Bastardplaten, maar vanaf daarna die zijn allemaal onder mijn eigen label, val allemaal maar kapot. Ik doe het zelf wel, records. Ja, val allemaal maar kapot. Oh, we moeten ze impresariaat starten. Ja, val allemaal kapot, doe het zelf. Bjorn vertelde ik me laatst, ben ik uitgenodigd, ben ik naar Split gevlogen voor een optreden. Oh ja. Voor iemand met veel te veel geld. Ja. En die was jarig en ik moest daar optreden. Voor zijn vriendjes. En toen dacht ik, waar moet ik nou die mensen cadeau doen? Maar ik geef nou iemand die zo schofterig rijk is dat hij voor zijn 43ste verjaardag met 8 vrienden een week lang op een jacht gaat zitten in Split. Die kun je niks meer cadeau doen, want alles wat hij wil, heeft hij al. En alles wat hij niet wil, dat hoeft hij niet. Dus toen vond ik thuis een petje, wat ik gekocht had bij Bjorn. Dat petje dat heb je dus nu op. En er is een keer ontstaan in een soort van overmoedige bui van zelfoverschatting tegen jouw vrouw. Zei, weet jij wel wie ik ben? Er was na die Bavaria-campagne, die sloeg toen wel aan. En toen vroeg ze op een gegeven moment na het eten aan mij, schatje, zou jij de tafel even af willen ruimen? Toen zei ik, weet jij wel wie ik ben? En toen ben ik weer op de bank gaan liggen. En daar zijn nou petjes en stickers van, weet jij wel wie ik ben? Maar die had je gegeven. Laat me raden. Heb ik hem cadeau gegeven. Laten we raden, de komende 4 nachten mocht je ook op de bank blijven liggen, zeker. Het lijkt op hier nacht. Ik vond het een heel mooi. Ja, maar zeker voor. Brabants petje. Ja. Maar heb jij nou, want dat heb ik helemaal niet gevraagd, Björn, maar wat is nou de beste voetballer met wie je hebt gespeeld? Waarvan je echt van, of tegen wie, dat je echt denkt, jezus, die zag ik. Ik dacht, dat is echt fenomenaal. Nou, Ronaldo was, daar heb ik dan in 94, 95 zat hij er nog. Ja, was hij toen al zo goed? Ja, dat was wel echt buitencategorie. En zo sterk en snel. En heel moeilijk te tackelen. Dat is met die alle grote spelers. Hè, die zijn ook niet meer illegaal af te stoppen, zeg maar. Die zijn zo duidelijk aan die versnelling in de versnelling. Van Nistelrooy is wel degene met die mentaal gewoon. Natuurlijk voetbaltechnisch heel erg goed. Maar zo'n gedrevenheid, daar heb ik nooit bij iemand gezien. En tegen Scholes moet ik zeggen, dat was ook wel een hele goede speler. En Rivaldo heb ik ook nog wel eens. Ik heb ook het idee dat die spelers er toen veel ouder uitzagen. Als je Scholes zag, die lijkt toch 43, joh. Ja, vooral als die jaren 80, die voetballers uit die jaren met de snorren. Met die snorren. Mijn moeder is ook fanatiek. Wij kijken allemaal fanatiek voetbal. We hadden dan over Rivaldo. Die zei altijd, dat lijkt wel alsof die van een G-elftal komt, joh. Die lijkt toch... Ja, nee, maar die leek een chromosoom te veel te hebben. Die zag er nooit zo heel, heel patent uit. Ze zeggen dat Real Madrid hem niet wilde omdat hij te lelijk was ook. Dat verhaal heb ik ook wel eens gehoord. Oh ja, dat is waar, ja. Hij kan wel leuk voetballen, maar die is te lelijk. Die willen we niet. Dan doe ik Beckham maar. Ja. Hij kleedt niet goed af bij een witte shirt. Ja. Ja, ze schijnen Beckham wel echt gekocht te hebben voor de merchandise, kennelijk. Die hadden ze als speler eigenlijk niet zozeer heel erg nodig, maar daarvan wisten ze van, dat is een goede. Met deze zin, dat je gewoon een speler koopt voor de merchandise. Die doet het goed in Azië. Ja, daar wonen veel mensen, hoor. Maar hey, hallo, wij hebben hier toch ook, uiteindelijk zijn ze goed terechtgekomen, we hebben hier toch ook 2 Koreanen naar PSV gehaald om daar merchandise ja, nee, dat was bijkomend voordeel, maar dat was niet louter de gedachte, toch? Beckham, een van de beste vrije trappen specialisten ter wereld, en je zegt gewoon, die kopen we voor de merch. Jongens, ik zie trouwens net nieuws, Pek Zwolle haalt Kabouter Plop voor de merchandise. Ja. Nieuwe spits. Ze gaan inzetten op de jeugd. Met de puntjes naar voren. Dat wordt. Hey, maar die Sahavi, hè, die schijnt weg te gaan.
Ja. Oh ja? Ja, hier, gechoqueerde Sahavi overweegt PSV te verlaten na de nieuwe inbraak. Wie? Alsof het aan PSV ligt. Hij moet gewoon niet in Amsterdam wonen, dat is het hele... Nou ja, stomme lul. Ja, pisvlek. Oh, maar is het dus weer ingebroken? Ja, misschien niet ook op Instagram zet als je weer een nieuwe loge hebt van 50.000 euro. Of, dat helpt ook niet echt mee, denk ik. Maar dat zou, ja. En dan wil je terug naar Israël of naar China. Ja, want daar is dus alles lekker veilig. Ja, ik wou zeggen, ja, de Gazastrook. Dus heeft hij een mooi pandje op het oog. Kan Erwin Koeman hem binnenhengelen nog? Daar heb je weer andere soort muurliggers. Ik zie trouwens ook weer dat dan Studio Voetbal, hè, dat heeft al gezegd, pleit voor wissel in de basis van PSV. Theo Jansen over Drommel heeft gezegd, ik schrik daarvan. Dat ik denk, nou, jezus, toch? Ik bedoel, schrikken, dat vind ik zo... Het is voetbal, man. Je schrikt toch niet van Drommel? Nee, maar je zegt net over die Koreanen, moet ik ook meteen denken. Toen die kwamen, was ook een en ander kritiek. Dus mooi, ik kwam net erop. Of dat, dat is, maar zo werkt het echt. Dat is echt, in het begin is alles kut. En dan Gomez, weet je dat nog? Gomez, hetzelfde verhaal. Duderte was ook een drollen vangen, jongen. En van Luc de Jong, dat vond ik het meest fascinerende, want die had echt al een hele goede fase achter de rug. En die kwam toen in een vormcrisis, dus aan, ze speelde wat minder, scoorde moeilijk. Hoe snel mensen dan ook vergeten hoe goed die is of was, zeg maar. Hè? Want het is niet dat de jongen in één keer niet meer kan voetballen. Het lukt even niet, of het gaat vermoeizaam. Maar mensen zijn meedogenloos dan. Ik vind dat zo raar. Ja. Nou, en ik vind ook altijd dat je... Ik vind statistieken irritant. Dat bijvoorbeeld hadden ze het over... Ze hebben nu bij Feyenoord, het gaat heel erg over Kukçu, dat hij geen corners kan nemen. Dat ik denk, ja, het hangt er ook van af. Ja, dan zeggen ze, ja, er zijn zoveel corners genomen, zoveel doelpunten. Ja. Ja, hangt er ook van wie hem binnenkopt. Ja. Dus daar heb je ook mee te maken. Ja. Weet je wel? Of mensen die willen dan Dessus in plaats van Linssen, terwijl die de topscorer van Nederland is. Ja, maar het is ook niet echt handig om te zeggen, de rest van het elftal kan niet koppen. Weet je wel? Is dit ook op Spotify te beluisteren? Ja absoluut. Randje buitenspel. Spotify, Apple Podcast, we hebben Google, de hele mikmak, Facebook en YouTube. Dus eigenlijk is hij overal. En hier in Penis gaat een man om 4 uur gewoon schreeuwen. Die doet integraal. Door opgerolde krant. Nog een zeg. Dubbele punt aanhalingstekens. Allemaal joh. Oh, die kankerleier uit Amsterdam heeft ook weer wat te melden. Nou, dat spoelen we even door. Fijn. Feyenoord. Tim, ga maar weer verder. Oh, goed. Mannen, bedankt. Ik vond het kei leuk. Nou, jij bedankt. Het was heel gezellig. Rob, we zien elkaar wel weer. Yes. Ik heb een kalender gekregen trouwens vorige week. Ja, bedankt nog. Ja, dankjewel. Ja, van Frans. Ah, heel goed. Ja. Wij sluiten hem af voor vandaag. Anders komt Wilco helemaal nergens meer aan toe. Ik dacht dat we al klaar waren. Ik dacht dat we echt al klaar waren met opnemen. Nee. We gaan nu pas afsluiten. Oh. Dit was de bonus nog, toch? Ja, dit was zeker bonus content. Dat komt goed. Dank jullie wel allemaal voor het luisteren. Like, subscribe, deel en alle andere opdrachten die wij wekelijks aan jullie meegeven. Luister ook een keer naar de Skieten Willy podcast. Als je zeker tenminste weten. PSV... En de Val Allemaal Maken podcast. Daar heb je zes... beginnen? Nee, maar voor de mensen die niet kennen, die is ook wel gaan. Die duurt maar een half uurtje. En omdat we dan een port drinken, dan een half uur eigenlijk. Ik zou de les op dan een half uur, dan wordt het net leuk. Dank jullie. Tot volgende week. En zij die aan kop staan, groeten u. De groetjes.